Hier ligt het dan. Al die wilde bloemen. Goh. Van bloeiend zevenblad, uitgebloeid fluitenkruid. En nog een, wat hebben we allemaal nog meer daar liggen? Jonge jongens, het houdt niet op. Het is in één klap rigoureus weggemaaid. Het bestaansrecht van een hele hoop insecten. Nou. Dus wat hebben we over? Een groene woestijn. Nou, daar komt het gewoon op neer. Ja, de maaibeleid, gefaseerd maaien, hebben ze er nog nooit van gehoord. Ik begrijp dat maaien soms moet om een bepaald systeem in stand te houden, maar dit is gewoon rigoureus. Ja, ik vind het schandalig. Of ik moet iets gemist hebben. Al die insecten zoekende vogeltjes nou naartoe. En al die insecten die hier leefden, weet je wel. De wilde bijen, de wansen, de ja, noem maar op, de kevers. Ze hebben niks meer, alles is weg. Ze hebben geen dekking meer, ze hebben geen nestplaatsen meer. Ja, nou ja, of de meidoorn, dat is de enige toevluchtsoort. Maar goed, dat is ook niet alles. Het is, ja. Moet eens kijken, je had die prachtige insectenenclaves, weet je wel. Het is het fantastisch. Het is allemaal weg. Het is allemaal weg. Als je een insect bent, dan kan je de meien en de meidoorn in en anders kan je het schudden. Weet je wel, het is, je bestaansrecht is weggehaald.